Jolante Snijder-Cabau heeft weer een rolletje in een internationale film te pakken. Dit keer in de roadmovie Move On. De film vertelt het verhaal van een man die een mysterieuze zilveren koffer ergens in Europa moet afleveren. Het project wordt in totaal in 8 Europese landen gedraaid en Jolante vertegenwoordigt Nederland. De hoofdrol wordt vertolkt door James Bond bad guy Mads Mikkelsen. Het is grappig, iedereen die vraagt van, oh ja, vind je dat dan spannend, zo'n groot acteur? Natuurlijk is het hartstikke leuk, omdat hij veel ervaring heeft en je ervan kan leren. Maar in principe is het acteren op zich al heel leuk. En als je dat met iemand kan doen die veel ervaring heeft, maakt het nog leuker. None of us really played with her. We were sitting on some tables. I think that she had a little thing going on with a newsstand. And I actually just passed on the street. Jolante en Mads blijken meer raakvlakken te hebben dan het in meer of mindere mate samenwerken. Ze zijn namelijk allebei verkozen tot meest sexy persoon van hun land. Ik vind het een hele knappe man, zeker. Hij heeft wel een bepaalde look waarvan ik begrijp dat heel veel vrouwen hem wel verkiezen als sexy man. Oh, that's good. Thanks. Yeah, it's nice when you passed 46 years. It's nice that you hit it once in a while again. Maar of het nou echt iets oplevert om tot meest sexy persoon verkozen te worden? Not a lot. I think it's nice in the sense that it's better than be voted the ugliest man in the world. But from there you can't really use it for anything when you're next. Goed, met sexy zijn alleen kom je er dus niet. Hoe dan ook, voor Jolante is deze stap dichter bij Hollywood een droom die uitkomt. Als klein meisje droomde ik ervan om actrice te worden en dat ben ik in Nederland geworden. En dan ga je altijd verder dromen. Oh, en wat als ik dit of dat? En als het dan echt gebeurt, die wordt echt gevraagd, dan is dat gewoon geweldig. And hopefully she get bigger and bigger parts. And I know she's gonna do something soon. So look forward to see it. Of de film op het witte doek verschijnt, is nog niet bekend. Maar Move On zal dit jaar in ieder geval op internet te zien zijn.